Ik ben Hanny Roosendaal, eigenaresse van Women Sports Only in Schoonhoven. Een sportschool, leefstijlcentrum, alleen voor vrouwen. We hebben vrouwen van zowel 16 jaar tot 78 jaar, dik, dun, maakt niet uit. Het gaat erom dat iedereen zich thuis voelt, sport, beweegt en daardoor gezonder en zich prettiger voelt. Dat is onze doelstelling en dat doen we met een team. Met z'n vieren zijn we. En dat gaat gewoon heel goed. Ieder heeft zijn eigen discipline. Dus ja, ik zal zeggen, alle vrouwen welkom. Nou, ik naderde de 50 jaar en ik werkte 40 uur op kantoor. En alleen al bij de gedachte dat ik nog 20 jaar alleen maar op het kantoor naar buiten zou zitten kijken en natuurlijk werken, ja, bezorgde me bijna nachtmerries. En toen kwam dit op mijn pad. En ik heb de kans gegrepen en gedacht, ik probeer het, waarom niet? Nee, ik heb totaal niet over mijn leeftijd nagedacht toen dit op mijn pad kwam. Dat je met je hart iets doet en ja, daardoor denk ik dat er veel meer mogelijk is dan dat je denkt. En natuurlijk leer je ontzettend veel terwijl je ermee bezig bent. Maar leeftijd, nee, dat doet er niet toe. Mijn omgeving, toen ik vertelde dat ik een sportschool voor vrouwen zou gaan beginnen, reageerde verbaasd. Wat? Waarom? Je hebt een goede baan, je hebt zekerheid. Maar goed, gelukkig was ik niet. Dus ja, sommigen ook heel degraderend. Van een sportschooltje aan voor vrouwen, nou, een gymzaaltje, ik weet niet wat het allemaal genoemd is. Maar er waren ook mensen die zeiden, stoer, doen. He, geloof in jezelf. Dus ja, heel, heel verschillende reacties. En ja, goed, inmiddels bewezen dat het gewoon goed loopt. Ja, praktisch was het toch wel het moeilijke. Mijn gezin thuis natuurlijk. Twee kinderen thuis. Ik ben gescheiden, later een relatie gekregen. Die man is helaas overleden. Maar je staat er dus wel alleen voor. Dus ik moest 20 uur blijven werken op kantoor. Omdat dit in het begin natuurlijk niet genoeg op kon brengen om van te leven. Maar ook het schuldgevoel naar mijn kinderen toe, van te veel alleen. Dat speelde allemaal wel mee. Achteraf denk ik, ja, volgens mij voelde een vrouw zich altijd wel erg schuldig om. Maar ja, als ik terugkijk erop, is het allemaal best wel meegevallen en zijn ze goed opgedroogd. Ja, een eigen zaak hebben is denk ik enorm veel zelfvertrouwen krijgen. In het diepe gegooid worden en ja, je hoofd boven water houden en soms de sky en soms heel diep. Heel veel zorgen, maar ook momenten als het lukt wat je in je hoofd hebt en het, ja, geweldig. Iedereen aan te raden. Ja, ik zou het zo weer doen en natuurlijk op een andere manier, hè, omdat je nu veel meer weet, maar ja, ik zou het zo weer doen. Ja, toch weer het geloven in jezelf. Als jij denkt dat het kan, dan kan je het. Als je niet in jezelf gelooft, als je er niet voor wil gaan, voor de 100%, want dat is het, dan lukt het niet. Daar ben ik van overtuigd. Iedere zaak moet een hart hebben. Als dat hart erin zit, is het goed. En tuurlijk moet je ook goede medewerkers hebben, want anders alleen lukt het je ook niet. Ja, dat ik ontzettend blij ben dat het zo loopt. Het is heel gezellig. Ik ben heel erg blij dat ik zelfstandig ben, voor mezelf kan zorgen, niemand daarbij nodig heb, verdien mijn eigen geld. Ja, ik vind dat heel belangrijk en dat geeft je toch een boost. Dat doet je boven jezelf uitstijgen. Zelfstandigheid voor iedere vrouw.